We zijn dus vertrokken vanuit Knokke, van op de dijk. En hebben we eigenlijk via een fantastisch parcours, uitgestippeld door de mensen van de Zoete Grand Prix, gereden via Aalter, denk ik. En dan uiteindelijk Kruishoutem hebben we een kleine pauze gepakt. En dan uiteindelijk om hier in Rons terecht te komen via de mooiste stukjes van de Vlaamse Ardennen. Dus het is fantastisch. En nu hebben we juist een hele mooie lunch gekregen. Dus ja, het is echt een prachtige dag. Ja, het is de eerste keer dat ik eigenlijk een rally meerijd, tout court. Dus ik ben vandaag co-piloot van Bert Longin en ik volg eigenlijk de roadbook. Het is fantastisch om te doen. Ja, het is mijn eerste ervaring met een roadbook. Je moet wel heel alert zijn. Ik heb natuurlijk een heel goede piloot naast mij, Bert. Maar we zijn ook goede vrienden en we zijn constant eigenlijk aan het praten, aan het zeveren tegen elkaar onder mannen. Dus heel vaak volgen de bochtjes zich wel kort op elkaar op. Dus je moet wel alert blijven. Anders we hebben toch één keer bijna verkeerd gereden. Initieel, vanaf de start, was het gemakkelijk, want er waren heel veel auto's voor ons. Maar dan merk je toch dat de een ook al af en toe eens verkeerd rijdt. Maar uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen, dus ik kan het wel al een beetje. Voor de komende uren hoop ik dat het droog blijft. Want we zijn natuurlijk decapotabel. Dus dat vooral en een veilige aankomst in Knokke. Het is toch een vrij dure auto, denk ik. En we willen die gewoon veilig terug aan de finish brengen. En we gaan nog veel plezier hebben. En vooral geen fouten in de roadbook. Bolle pijltje links, rechts, links, rechts. Maar dat komt goed.